Kan du hela dig av? Geen premies, volgende ronde wel premie. Volgende ronde wel premie gewin. We zitten met zes kopmannen hier, zes koplopers bij de E-categorie. Daaronder bij Belgisch kampioen Jozef de Wits. Dan zien we één achtervolger, de man die probeert het gaat direct te rijden op 11 seconden. Op 11 seconden volgt onze Gummel. Ja, dat is een degen, inderdaad. Goed opgelegd door onze wedstrijdcommissaris Freddy Gullekes. Dus we krijgen nog steeds zes kopmannen in deze categorie. Dat allemaal op 400 van het einde. Zes koplopers, jongens. Zes koppen en dat op vier ronden van het einde. Met aan de kop van het peloton zagen we premie voor de eerste renner. Premie voor de eerste renner met onze zes koppen op drie ronden van het einde. Premie gaat mee met Danny de Bakker. Zes koppen zijn er hier dus in de. Schrijven. Een achterstand ondertussen van 37 seconden. Zes kopmannen in jullie categorie. Een achterstand van meer dan een halve minuut. En dan op drie ronden van het einde. Nog drie ronden voor al die mannen uit de E-categorie. Waarvan het peloton de laatste ronde nog twee ronden van onze zes kopmannen. Nog twee ronden. Volgende ronde premie gewin. Met onze zes kopmannen twee rondjes van het einde. Inderdaad, al een achterstand van 45 seconden. Achterstand van 45 seconden. Er zijn zes koppelen, jongens, ingaan voor de laatste ronde. Zes koppelen in jullie categorie en nog twee ronden. Laatste ronde, jongens. Ingaan van de laatste ronde met onze zes koppelen. Voor iemand op naam geschreven door Belgisch kampioen Jozef de Wits. Ingaan, laatste ronde. Laatste ronde voor die zes koppelen. De eerste renner die nu de meter overschrijdt. En ingaan de laatste ronde. Dus de premie gewin. En dat gaat dan weer mee hier bij de E-categorie. Met de man van nummer 33, Frank de Dansmaker. Laatste. Kijken nog rijkhalsend uit naar de volgende ereplaatsen binnen de D-categorie. Er wordt nog hard gesprinten die ereplaatsen hier vandaag in Zingen-Aulichem. Sprint gewonnen op naam geschreven van Arie de Moor. Die het dan makkelijk haalt tegen onder andere Lucien van der Brouw.
zelf bij Renners dat hij zich richting aankomst begeven die die volle 10 ronden, die volle 65 kilometer hebben afgelegd hier op deze wegen van Alwegem Zingem. Aankomsten maken we onder meer mee van Peter Vos en dan een sprint die gewonnen wordt door Peter de Smet van het peloton hier in de categorie. En dan kijken we natuurlijk opnieuw met spanning naar de E-categorie. De sprint van daar ingezet, het is Jozef de Vins die al Belgisch kampioen is, die zich nu ook gaat bekronen tot Benelux kampioen. Amai, die truien van kampioenen die blijven bijna allemaal bij dezelfde naam. En hier is dus Jozef de Vins, die dus de nieuwe Benelux kampioen wordt in de E-categorie. Het tweede wordt Jan van den Branden. En dan nog een strijd om die derde podiumplaats. Die begint de bronzen medaille hier uit deze Benelux kampioenschappen aan 2013 in die E-categorie. En daar gaan ze dan nog sprinten van die derde plaats. We blijven daar nog over met z'n vieren uit die kopgroep van 6. Wie gaat hier naar huis met de bronzen medaille sprinten om die derde plaats? En die gaan de kiesmiddel op de neef maken. Wordt er gehaald door René de Brugger. René de Brugger die het haalt ten aandeel van Jost Pieters. En dan Danny de Bakker die eervol zesde wordt hier in het Benelux kampioenschap. En dan is dat toch ook aan het sprinten voor de zevende plaats. En hun andere evenplaatsen. Aankomst wordt gemaakt door dat peloton uit de E-categorie. Met een sprint die denk ik. Dat is een heel mooie kleurtjes.